Welkom in de biechtstoel. Welke voorstelling heeft u juist gezien? Ik heb de voorstelling 15.419 feet gezien. Waar ging ze over? De voorstelling gaat eigenlijk over kijken in de verte, of eigenlijk de fascinatie daarvoor, denk ik. Omdat onze blik natuurlijk tegenwoordig heel erg gevangen zit tussen beeldscherm en beton, is het niet altijd makkelijk om weer dat gevoel van ontspanning te krijgen. En ik denk dat ze daar heel erg mee spelen. En kunt u me beschrijven wat u heeft gezien, hoe het scènebeeld eruit ziet? Er zijn een aantal personages die op verschillende momenten, op verschillende afstanden gaan wandelen. Eén gaat ongelooflijk ver weg en klimt op een soort machientje, wagentje, dat steeds dichterbij komt doordat het via een stuk touw en een groot katrol dichterbij getrokken wordt. En een ander personage wandelt eigenlijk iets minder ver weg, maar laat je teksten lezen en zingt ook een stuk om je ook qua gehoor uit te dagen. Vond u het een fijne ervaring? Nee, ja, alleen het is te zeggen. Ik vond het niet onaangenaam. Hè. Het was bevreemdend, zullen we maar zeggen. En wat was er bevreemdend aan? Dat je lang moest wachten op van, oké, wat gaat er nu komen? En ik had verwacht, er gaat ook iets met geluid gebeuren. Van dat je ziet van, ah ja, kijk, op die afstand heb je die afstand van het geluid. En dan zo'n vertraging op het geluid of zo, maar dat was niet. Dus ik was daar eigenlijk zo op ontwachten, maar dat kwam niet. Misschien ermee dat ik dacht van, er moet iets komen, maar het komt niet. Het is een speciale voorstelling en het heeft wel iets. Het heeft wel iets. Terwijl ik al stukken van de Zomer van Antwerpen gezien heb, waar dat ik ook niet het fijne allemaal van vat, maar dat ik denk van, ja nee, dat is het toch niet. Ja. Maar dat had ik nu helemaal niet. Nee. Wat ook een indruk op mij maakte, was het trekken van het touw, het draaien aan het wiel, om het touw op de grote bobijn te hijsen. Dat was een mooie beweging, vond ik, die vrouw maakte. Een dansbeweging en ja, die hoorde erbij. Ik werd aangetrokken tot een vergezicht. En van waar deze titel, denkt u? Dat was ik me aan het afvragen. Ik ben op den duur de afstand in te schatten die een van de personages maakte toen ze wegging. Of de koord die maar bleef komen en mee bleef komen. Maar ik weet het, ik weet het niet. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met de afstand van de aarde of zo. De afstand. Alleen een afstand. 5000 kilometer, wat zou dat zijn? Is dat een doorsnede van de aarde? Ik weet niet, het is een pure gok. Een pure gok, dat mag hier. Voilà. Was er een kern of een boodschap, denk je, van de voorstelling? Weet ik niet. Ik denk dat het gewoon ook, ik denk dat het een soort bewustmaking is van het feit dat bepaalde dingen ongemerkt aan je voorbij gaan of zo. Dat je dingen mist waarvan je eigenlijk niet wist dat je ze miste. Dus bijvoorbeeld dat kijken in de verte is dan zoiets van, ja, je denkt daar eigenlijk niet bij na. Maar op het moment dat je het dan doet, dan merk je pas hoe fijn dat eigenlijk is. En is er iets wat u meeneemt uit de voorstelling? Iets waar u later nog aan zal terugdenken? Ik denk de traagheid en ook de schoonheid, denk ik. Het poëtische, dat denk ik ook wel, ja. En het filosoferen tegelijkertijd. Want het zet u aan om te filosoferen ook, vind ik. Dank je wel. Dank je wel voor het gesprek. Wens ik een fijne avond toe. Dank u. Thank you.